Ik weet niet of je nog past. Hallo, zo is het goed, hè? Nee. Dus koningin Beatrix. Dit had ik voor mijn hondje, wat overleden is. Is dat niet leuk? Die heet Cooper. Acht keer eerder deed ze mee aan Ladies Day tijdens het concours Hippiek in Eindhoven. En alle acht keer werd haar hoed tot de mooiste van het evenement gekozen. Dus toog het ED naar het Belgische Kauliel om te zien met welke creatie de van oorsprong Westerhovense Nelleke Moos dit jaar het Hoedenfestival gaat winnen. Nou, ik dacht dit jaar ga ik het echt heel bijzonder maken. Ik heb een grote passie voor chocolade. Dus ik had vorig jaar al tegen een van uw mensen gezegd van volgend jaar kom ik met de chocoladehoed. Nou ja, en als er dan gezegd wordt, dan moet dat gewoon gedaan worden voor mij. Maar dat was niet genoeg. Ik heb er ook nog een jurkje bij gemaakt. Maar is dat eigenlijk wel verantwoord, de chocola zo met dit lekkere warme weer? Nee, want ik heb ook nog de temperatuur tegen, want de voorspellingen zijn donderdag 23 graden. Dus niet goed voor de chocola. Dus uw omstanders mogen u zeg maar aflikken of dat niet? Leuk grapje. Kan misschien wel heel leuk zijn. We zullen zien. De patisserieopleiding die Moos volgde komt in haar culinaire kwartier goed van pas. Op een constructie van kippengaas zit zo'n slordige 7,5 kilo chocolade verwerkt. Pure chocolade. Vroeger hield ik alleen maar van melkchocolade. Maar ik denk de echte kenner die wil alleen maar puur. Heerlijk. En wat gaat er nou met de jurk gebeuren en de hoed na Hemelvaartsdag? Ik weet het echt niet. Ik ben zelf ook benieuwd. We gaan het niet opeten. Nee. Nee, lijkt me niet echt lekker. Ja, hoe dat moet, ik moet er nog zelf mee lachen. Als ik hem op heb, of ik niet een slappe lach krijg. Wie wil weten of Nelleke donderdag echt gaat winnen? Om 3:30 is de uitslag. Tot donderdag, hè? Dag!